Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. Und an alle Meisjes, 88. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. Ik heb vandaag een nieuwe antenne tuner gekocht. Oh ja, wat ga je daar dan mee doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb begrepen dat je er de golven mee kunt laten staan. Staat dat beter dan als die golven staan? Ik zou eerder zeggen als ze toch slapen, laat ze dan maar liggen. Dat weet ik eigenlijk niet of golven wel kunnen liggen. Ze kunnen echter wel staan. Zitten doen ze ook niet? Nee, zitten doen ze ook dus niet. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafel stuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Wat een bijzondere broche heb je daar. Ja, leuk is die her. En hij ziet er heel elektronisch uit. Nieuw? Ik heb hem net, ja. Maar dat ziet er trouwens net uit als een Raspberry Pi Zero. Ja, het is ook een Raspberry Pi. Leuk, hè? Ik heb net een vuil wat van de beschermende lak gehaald en daar heb ik een veiligheidsbelt op gesoldeerd. Oh, wat zonde toch weer. Nee hoor, helemaal niet. Een beetje broche kost al snel een paar tientjes. En zo'n Zero heb je al voor minder dan 8 euro. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Maar ik blijf het toch zonde vinden. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar 2 grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. Maak jij wel eens taalfouten? Niet zoveel. Ik zeg wel eens voor je eigen. Wat vond je dan van Remco, die over dat eigen wat te zeggen had? Ik vind gewoon dat hem zich er niet mee moet bemoeien. Nee, Hulie, praat maar. Ja, dat ken eigenlijk gewoon niet. Volgens mij kun je ze het best gewoon in hun smet laten gaar sporen. Inderdaad, je kunt zoiets het best laten leggen. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening.
Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. We beginnen vanavond met de 5 Nederlandstalige Daily Minutes uitzendingen van afgelopen week. En aan het eind van de uitzending is er zoals altijd de Deutschlandrundspruch. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. 分野の専門家として。 私は金曜日の夜にPA00ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de campingsavonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 mei 2016. Dus het bulletin van maandag. Vandaag weer morsen en een SSTV-plaatje in PD50, geschikt voor smartphones. Voor Android kun je het programma Robot 36 gebruiken en voor iOS CQ-SSTV. Er is sinds vrijdag een hoop gebeurd, onder andere de Hamvention. Aircraft kwam met de KX2, een gekrompen uitvoering van de KX3. Eigenlijk een KX3 met een paar mogelijkheden minder en dan in het formaat van de eerdere KX1. Jesu heeft op de Hamvention de FT891 gepresenteerd, de vervanger van de FT857. Hij heeft een groter display, maar geen VHF en UHF. Kenwood komt opnieuw met een apparaat voor D-Star. Kenwood had eerder al de TMW706, een mobiel apparaat, ook geschikt voor D-Star. Maar dit was eigenlijk de ID800 van Ecom, vermomd met Kenwood opschriften. Waar Kenwood nu mee komt is een portofoon voor 2 meter en 70 centimeter en voor de 220 megahertz band die in de regio 2 in gebruik is. Het apparaat heeft ook APRS en heeft een bijzonder fraai display. We hadden het in de afgelopen week steeds over de magnetische loop bij de serie over antennes. Het bedrijf Hamshop.nl is dealer van de bekende en imposante Ciro Maggioni antennes geworden. Dit zijn buitengewoon grote en solide magnetische loop antennes met een bijbehorende tuner. Sony met als roepnaam I3UHF is vermaard om deze antennes. Agentschap Telecom voert dit jaar 2 onderzoeken naar de effecten van windmolens, CQ windturbines, op het radioverkeer. Het agentschap heeft het afgelopen jaar meerdere al dan niet door windmolens verstoorde signalen gekregen dat windmolenparken het presteren van radiodiensten zouden kunnen beïnvloeden. De afgelopen jaren zijn het aantal windmolenparken en het frequentiegebruik in Nederland toegenomen. De kans op storingen neemt hierdoor toe. Met dit onderzoek wil het agentschap in kaart brengen of windmolenparken de performance van radiodiensten beïnvloeden. Ook wil het agentschap weten hoe groot deze invloed is en welke maatregelen je kunt nemen om het mogelijke effect te verkleinen. Dit zegt Michel Verhagen, hoofd spectrum management bij Agentschap Telecom. Daarnaast is het vakgebied continu in beweging. Naast eigen onderzoek zullen ook bestaande Europese onderzoeken grondig bestudeerd worden. Zo kunnen we onze kennis op dit vakgebied vergroten. Aldus de site agentschaptelecom.nl. Een van de 2 onderzoeken betreft de invloed van windmolens op LOFAR in de Drentse Monden. Dit onderzoek zal ook worden meegenomen in een 2e onderzoek waarvoor momenteel een Europese aanbesteding loopt. Agentschap Telecom voorziet de volgende onderzoeksvragen, zo valt bij de aanbesteding te lezen. 1. Wat zijn de mogelijke invloeden van windturbines en windparken op de verschillende radiodiensten? 2. Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar indien er substantiële beïnvloeding van windmolens en windparken op deze radiodiensten wordt aangetoond? Het onderzoek moet voor 1 november 2016 zijn afgerond. In het ontvangen van PI2NOS in Amsterdam vindt intermodulatie plaats. Deze storing is de oorzaak van de sterke echo die geregeld op de repeater te horen is. De echo wordt dus niet door mensen gemaakt, zoals wel eens wordt gedacht. De precieze uitleg over de oorzaak is te lezen op hobbyscoop.nl, maar het is een onbedoeld bijverschijnsel van de verplaatsing van de antennes van PI2ASD. Ik kan me voorstellen dat je als repeaterbeheerder rot zoekt naar zo'n storing. Bij deel 19 van de serie over antennes gaan we in op andere middelen om storing te voorkomen, zoals de bekende fasekastjes die van merken als MFJ te koop zijn. Het gaat hierbij om een redelijk slim concept. Je hebt een ontvangstantenne en daar sluit je het kastje op aan. Het kastje wordt tevens op de transceiver aangesloten, of eigenlijk op een ontvanger. Op het kastje komt echter ook nog een 2e antenne. De bedoeling is nu om die 2e antenne zo op te stellen dat die zoveel mogelijk dezelfde storing ontvangt als die op de grote antenne zo hinderlijk is. Tegelijk moet deze antenne zo weinig mogelijk van het gewenste signaal ontvangen. In het kastje wordt nu het signaal van de 2e antenne met de storingen zonder het signaal in tegenfase aangeboden met het gewenste signaal uit de goede antenne. Hierdoor wordt de storing onderdrukt en het gewenste signaal niet.
Dit klinkt eenvoudig, maar je moet hiervoor aan meerdere knoppen op het kastje draaien om het effect zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit soort kastjes kunnen bij een gunstige opstelling van de antennes de storing wel tot 50 dB onderdrukken. Ze werken tamelijk spectaculair en stations die je eerst niet of zo goed als niet kon waarnemen, die worden ineens goed te verstaan. Nadeel is wel dat je net als bij de magnetische loop moet meestemmen. Dat wil zeggen, als je kuur zwaai gaat, dan moet je ook opnieuw aan de knoppen op het kastje draaien om de ontvangst te optimaliseren. Het bedrijf HJ Electronics uit Bergen ter Blijt verkoopt een bouwpakket voor dit principe ergens in de range van de 50 euro. De wat duurdere kastjes hebben een voorziening aan boord die de elektronica bij zenden overbrugt. Je kunt het kastje dan dus gewoon op je transceiver aansluiten. Of dat bij het bouwpakket van HJ ook zo werkt, weet ik niet. Er is een nog wat luxere versie van dit principe. Er bestaan SDR-ontvangers waarbij twee of meerdere ontvangers gekoppeld zijn op dezelfde computer en die elk hun eigen antenne krijgen. De software is dan net als bij zo'n kastje in staat om aan de hand van die twee of meer antennes te bepalen welke componenten ongewenst zijn en welke gewenst en zodoende onderdrukt zo'n ontvanger op dezelfde manier ook de storing. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 24 mei 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er zoals gewoonlijk weer morsen en een SSTV-plaatje dat je kunt ontvangen met bijvoorbeeld MMSSTV onder Windows. Dat draait ook onder Linux als je Wine gebruikt. En verder met de app Robot 36 op een Android en met CQSSTV onder iOS. Ik voeg aan het volgende onderwerp dit keer wat redactioneel commentaar toe, zoals ik af en toe doe bij onderwerpen waarbij dit nodig lijkt. Zoals gebruikelijk, heel laat na dato, is het verslag bekendgemaakt van het amateuroverleg. Niet heel serieus bedoeld hoor, maar als het foutloos typen van zo'n tekst zoveel tijd in beslag neemt, dan wil ondergetekende dat gerust zonder kosten overnemen. Maar vermoedelijk zal het daar wel niet om gaan. 9 weken duurde het dit keer voordat alle neuzen dezelfde kant uit stonden en al die tijd is het besprokene voor de mensen die het betreft geheim gebleven. Het eerste onderwerp uit het AO dat ik noem gaat over de priorisering van de werkzaamheden zoals AT die doet. De hoogste prioriteit gaat naar registraties, vergunningen, vragen van individuele amateurs, internationale verzoeken, veel schrijvers traject, WOP-verzoeken en incidenten. Een intrigerende is voor mij daarbij dat veel schrijvers traject. De laatste prioriteit, nummer 8 in deze priorisering, heeft het onderwerp waar vermoedelijk de meeste mensen naar uitkijken, de mogelijke uitbreiding van het frequentiegebruik voor en amateurs. Op nummer 4 staat bijvoorbeeld het vrijgeven van de PA0-prefixen voor alle gebruikers en de AT-webpagina staat op nummer 6. Bij punt 8 over de uitbreiding voor en staat het volgende te lezen.
Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor N-amateurs in andere landen. Document 9302 met een overzicht van de mogelijkheden van N-amateurs in andere CEPT-landen is voorafgaand aan de vergadering verstrekt. Daarnaast is tijdens de WRC 15 informeel overlegd met andere landen over de mogelijkheid tot internationale harmonisatie van het frequentiegebruik door N-amateurs. Hiervoor bleek geen draagvlak. Hierdoor was het al bij het vorige AO het onderwerp toegespitst op 7 MHz. De verenigingen geven aan dat er dan nationaal gekeken kan worden. Er is bij AT momenteel echter geen capaciteit om verder te werken aan dit verzoek. Er is ook niet te voorzien wanneer er wel capaciteit is. Tijdens de vergadering is verder een uitgebreide discussie gevoerd over zowel N als F, variërend van de mogelijkheden tot de exameneisen en ook de verschillen daartussen. Wat tijdens de discussie naar voren kwam, is dat er door de jaren heen keer op keer verzoeken komen om uitbreiding van de mogelijkheid voor N-amateurs. Er blijkt geen referentiekader te zijn waaraan deze vraag kan worden getoetst, behalve misschien met het buitenland. Het lijkt tijd om eens fundamenteel te kijken naar de verschillen tussen N en F. Dit wordt bij prioriteit 8 toegevoegd. Al met al is dit voor veel mensen een vrij teleurstellende ontwikkeling. Wat hier overigens ook uit blijkt, is hoe minder er bij AT geklaagd wordt en gecorrespondeerd wordt door amateurs, hoe sneller men aan de achtste prioriteit toekomt. Immers, het afhandelen van dat soort klachten en verzoeken wordt met de hoogste prioriteit gedaan en meer bandbreedte voor N met prioriteit 8. Een ander punt dat veel mensen zal interesseren zijn de ontwikkelingen rond 60 meter. De verenigingen geven aan dat zij graag de huidige 5350 tot 5450 kHz willen behouden. AT geeft echter aan dat in 2016 de band naar de 15 kHz zal gaan, zoals op de WRC besproken. Dat vindt ondergetekende inderdaad ook erg jammer. AT geeft aan dat 1 internationale klacht is ontvangen tegen de grotere toewijzing in Nederland en dat AT op het moment van het AO, zoals dat eerder ook aan Daily Minutes bevestigd werd, formeel nog geen beslissing genomen. Erg positief is verder de aanwezigheid van de afdeling toezicht bij het overleg. Dat is de afdeling die zeg maar het etherverkeer controleert, waar amateurs dus ook het meest direct mee te maken hebben. Toezicht maakt in het AO ook cijfers bekend van het optreden van AT en de sancties. Wat daaruit naar voren springt is dat in 2015 tweemaal de gele kaart succesvol is ingezet. Het verslag meldt dat een gele kaart niet alleen impact heeft bij de amateur in kwestie zelf, maar ook bij dienstomgeving. En dat is inderdaad heel duidelijk het geval. AT heeft verder in 2015 3 keer strafrechtelijk opgetreden tegen personen die zonder registratie van de amateurfrequenties gebruik maakten. Bij die personen is de apparatuur in beslag genomen en er is procesverbaal opgemaakt. Naar aanleiding van tips door assistent-amateurs heeft vorig jaar ook 4 keer een gesprek plaatsgevonden met amateurs van wie AT heeft kunnen constateren dat ze buiten de aan hen toegestane frequenties verbindingen maakten. Er volgde hierna een stichtelijk gesprek dat volgens AT in goede sfeer verliep en de afloop ervan was dat de betreffende personen zelf ook aangaven dat hun gedrag onwenselijk was. 3 vergunninghouders hebben verder hun repeater aan of ongebruikt weer ingeleverd. Dat is verplicht ingevolge de zogenaamde uitrolverplichting als je verder niets met de repeatervergunning doet. Verder was er een repeater actief voordat of zonder dat er een vergunning voor de repeater aanwezig was. AT heeft er verder bij een bakenzender voor gezorgd dat 2 toepassingen in dezelfde band konden samenwerken. Bij het amateuroverleg kwam ook het verbod op crossbanden en full duplex in een deel van de 50 MHz band en in de 70 MHz band aan de orde. Deze regel is er gekomen doordat de primaire gebruiker bevreesd was bij lange uitzendingen tijdens zo'n duplex QSO de amateur zelf niet te kunnen bereiken. Het betreft hier een principe kwestie. Een dergelijk verbod kan volgens de amateurverenigingen namelijk niet opgelegd worden, omdat de voorwaarden voor de registratie alleen over zenden gaan en niet over ontvangen. Op zich juist, maar de vraag is hoeveel amateurs hier echt last van hebben. Ik weet een klein beetje waarover ik spreek. Ik heb 4 jaar lang een ronde op 50 MHz geleid, waarbij we en amateurs op 2 meter via een full duplex verbinding lieten deelnemen. Omdat die full duplex mogelijkheid bestond, zaten we op een frequentie lager dan 50.450 MHz, waar dat wel toegestaan is. Op 70 MHz is die mogelijkheid er niet, maar in ons geval zou een half duplex verbinding ook gewoon gekund hebben. Wat verder erg opvalt bij dit verslag van het AO is dat behouders in de zijlijn verder niet over repeaters gesproken lijkt te zijn of over het eerder aangekondigde nieuwe ATOF-beleid. Waarschijnlijk heeft dit onderwerp stiekem prioriteit 9 gekregen. In aflevering 20 over antennes kom ik nog heel even terug op het storingvrijmaken van antennes.
In mindere mate dan de kleine magnetische loop bieden ook antennes als een quad of een delta loop enige bescherming tegen storing. Dit soort antennes hebben net als de magnetische loop ook nog een eigenschap die veel andere antennes niet hebben. De delta loop en de quad zijn ook nog eens een stuk ongevoeliger dan andere antennetypen voor objecten en andere antennes in hun directe nabijheid. Zoals eerder al gezegd geven dit soort antennes ook iets meer versterking ten opzichte van bijvoorbeeld een dipool. Die antennewinst is echter vrij gering. In aflevering 20 gaan we verder in op rondstraalantennes met een hoge versterking. Met name de multiband sprietantennes die we tegenwoordig vaak zien. Je ziet dat de antennes met een relatief grote versterking ook redelijk gevoelig zijn voor wind. Dergelijke antennes zijn meestal collineaire antennesamenstellingen. Gewoonlijk gaat het om meerdere halve golfantennes die boven elkaar geplaatst zijn. Om ervoor te zorgen dat de velden elkaar versterken, zitten er stubjes in een of andere vorm tussen de halve golven. De frequentiegolven moeten tenslotte weten waar de ene antenne ophoudt en waar de andere begint, zeg maar. Een verticale halve golf, of dat nou een dipool is of een eindgevoerde antenne, straalt rondom richting horizon. Je kunt het veld van zo'n antenne zien als een soort donut met een verticale spriet in het midden. Zo'n collineair maakt de donut simpelweg platter. Door dat platslaan bestrijkt hij ook een grotere cirkel en komt er verder. Nadeel van dergelijke dunne antennes die kunnen zwiepen, is dat als de antenne onder een hoek staat, het veld van de hogere antennes steeds in hogere maat het veld van de lage antennes niet meer versterken. Als door heel ver doorzwiepen de bovenste halve golf bijna horizontaal straalt, dan straalt dit gedeelte het grootste deel van zijn energie richting grond of de ruimte in. Bij een beetje wind halen deze antennes niet alleen die hoge versterking niet meer, de versterking is in een aantal gevallen zelfs kleiner dan van een korte antenne. Kan het ook anders? Ja hoor, kijk maar naar de FM-piraten met hun dipooltjes zijwaarts aan de mast. Die buigen niet door. Dan moet ik er wel wat bij vertellen, want het geschikt maken voor meerdere banden van een dergelijke constructie met losse dipooltjes, dat is wel weer een stuk ingewikkelder dan bij een sprietantenne. FM-piraten en omroepstations hebben het maar gemakkelijk, die zitten altijd op dezelfde frequentie. Ja, nu ik erover nadenk, weet ik ook best veel amateurs die bijna altijd op dezelfde frequentie zitten, maar dat terzijde. Ten slotte, bijna iedereen kent wel het antenneboek van Roodhammel. Tegenwoordig is dat standaardwerk in het Duits flink herschreven en aangevuld. Het oorspronkelijke werk is echter gepubliceerd in de DDR en voor de val van de muur in 1990 kende men in het Oostblok geen auteursrecht. Om die reden mag je die oude versies van Roodhammel gewoon op internet verspreiden. En als je een beetje goed zoekt, dan kom je dit boek gescand en in pdf-vorm ook op verschillende plekken tegen. Nadeel is dat je zo'n gescande pdf van het boek niet even snel met je computer kunt doorzoeken. Puur voor mezelf heb ik een jaar of wat geleden via OCR een versie van dat boek gemaakt waarin de letters gewoon letters zijn. Via de zoekfunctie met een pdf-programma kun je het boek daarmee dus gewoon heel snel doorzoeken. Die versie van Roodhammel kun je al een tijdje downloaden via pnlete.nl. Momenteel heb ik het linkje daarvan weer op de voorpagina geplaatst. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde op XRF 088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans, PD4 Fox Mike Juliet. De website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 25 mei 2016. Dit is het beurt van woensdag. Vandaag in de uitzending de mossen en een plaatje in PD50 geschikt voor smartphones. Ter gelegenheid van 100 jaar Nijmeegse Vierdaagse zal tussen 28 juni en 26 juli een speciale roepnaam in de lucht zijn. Papa Alpha 100 Foxtrot Delta Mike. Dit jaar zal de Vierdaagse zelfs door 50.000 mensen worden gelopen. Normaal zijn dat er rond de 46.000. Dit bericht heb ik van Vierhond.nl en er staat niet bij, maar het staat er niet bij, maar ik ga ervan uit dat FDM staat voor 4 Day March. Morgen, donderdag, om 10 uur 's ochtends wordt in Recklinghausen in Duitsland een weerballon opgelaten. Een stratosfeerballon. Het betreft een project van de Westfalische Hochschule in Gelsenkirchen. Recklinghausen ligt zo'n 50 kilometer vanaf de Nederlandse grens, ruwweg tussen Nijmegen en Venlo in. De start, die kennelijk al in februari zou plaatsvinden, gebeurt vanaf een modelvliegveld. De ballon heeft op 2 meter een APRS-zender aan boord en op 70 centimeter wordt telemetrie uitgezonden, inclusief beeldmateriaal. Het signaal zou in geheel Nederland te ontvangen moeten zijn. Omdat de start een half uur voor de uitzending van de Daily Minutes van 10:30 plaatsvindt, zou de ballon op dat moment en na de uitzending te horen moeten zijn. APRS van de ballon zit op 144-800, dat zal duidelijk zijn, en als roepnaam Delta Lima 0 Charlie Romeo Echo streepje 11. Delta Lima 0, Charlie Romeo Echo, streepje 11. De telemetrie en het SSDV zit op 434 250 MHz met 10 mW. En als roepnaam Delta Lima 0, Charlie Echo, sorry, Delta Lima 0, Charlie Romeo Echo. En dan zonder toevoegingen. Nou, het gaat goed. Modulatiesoort hier is RTTY, 300 baud, 600 Hz shift en de markfrequentie laag, oftewel USB. In Rotterdam is een nieuw baken gekomen op 6 meter PI7SIX. Het baken op 50,425 MHz zou volgens hamnieuws.nl in een groot deel van Nederland en België hoorbaar moeten zijn. 50,425 dus. Op ham-dmr.nl staat een foto van de Hamvention van de DJ-MD40, een UHF-DMR-portofoon van het merk Alinco dus. Ja, dan is er weer een melding primair gebruik bij die ik nog niet vermeld had. De TT in Assen. De hele 13 centimeter band weer en dat van 20 tot en met 26 juni. Die laatste dag is een zondag. Gisteren op 24 mei is trouwens het nieuwe filter geplaatst bij de ontvanger van PI2 NOS in Amsterdam. Testen maar of de elektronische echoput hiermee nu is gedempt. In deel 21 van de serie over antennes gaan we het over de zelfbouw van antennes hebben. Dat is namelijk een van de meest dankbare zelfbouwprojecten. En je hoeft er in feite helemaal niet veel kennis voor in huis te hebben. Bij ontvangstantennes is het helemaal nog wat minder kritisch dan bij zendantennes, waar de impedantie een veel belangrijkere rol speelt dan bij ontvangstantennes. De eerste zendantenne die ik zelf als legale zendamateur maakte was een groundplane voor 2 meter van dik elektriciteitsdraad. Hij was niet geschikt voor buiten, maar met een stukje vliegentouw aan het plafond bevestigd deed hij het toch geweldig goed. Het kwam ook omdat ik toen redelijk hoog woonde. Een van de eerstvolgende antennes, dat was een HB9 CV voor dezelfde band. Het eerste exemplaar was van hetzelfde lichtnetdraad en hing met 4 stukken vliegentouw aan de gordijnrail. Een tweede exemplaar was al wat steviger en die was gemaakt van onder andere messing lasdraad. Dat geeft meteen een paar zwakke punten aan, want sommige metalen corroderen buiten bijzonder snel en daarmee moet je ook nog eens op de metaalspanning van de materialen letten. Sommige metalen corroderen bijzonder veel sneller als ze in combinatie met elkaar gebruikt worden. Ik kan uit ervaring vertellen dat dit het geval is bij messing lasdraad in combinatie met soldeertin. Bij buitenantennes moet je wel met meer belangrijke praktische zaken rekening houden. Zorg bijvoorbeeld dat er nooit water in je coax terecht kan komen. Dat loopt soms door de hele kabel heen naar beneden en stroomt dan als een klein watervalletje uit het apparaat waarop de antenne is aangesloten. Ook dit vertel ik uit eigen ervaring. Zelfvulkaniserende tape, dat is dus tape waarbij het rubber in elkaar versmelt, dat is in staat om een hoop water dicht af te dichten. Ga daar dus niet te zuinig mee om. Iets anders zijn holle ruimtes in de antenne. Dat kan in grote spoelen zijn die zijn dichtgemaakt en hol, maar ook een behuizingje met iets van een filter daarin. Als je zoiets helemaal waterdicht afdicht, dan trekt er na verloop van tijd door de capillaire werking water in. Wat er door de waterdichte afdichting dus in blijft zitten en niet meer uit kan. Zoiets is in no time in staat om de inhoud van zo'n kastje volledig door corrosie te verruineren. De oplossing is simpel en lichtjes onnatuurlijk bij die waterdichtheid. Maak aan de laagste zijde van de onderkant 1 of meerdere gaatjes van bijvoorbeeld 4 mm diameter of iets meer, zodat het water eruit kan lopen.
Volgende keer gaan we verder in op hoe je met desnoods kroonsteentjes en andere simpele middelen heel bruikbare zendantennes kunt maken. In a hurricane, tornado, or earthquake, would you bet your life that the internet and cell phones still work? Would you bet the lives of your family? I don't think so. Ham radio. It works. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. The word amateur, it can mean a lack of skill. But today's amateur radio operators provide skilled emergency communications when the chips are down simply because they want to be of service to the community. Dependable, reliable, free of charge. Amateur radio emergency services operators are amateurs in the best sense of the word. Join us. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen... Gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 mei 2016. Dit is het bulletin van donderdag. De stratosfeerballon in Recklinghausen waar we het gisteren over hadden is een half uur later dan gepland vanochtend gelanceerd. Dus eigenlijk tijdens het begin van de Daily Minutes van donderdagochtend. Ik had het APRS-scherm opstaan, maar ik kon niet steeds kijken. Ik heb een maximale hoogte gezien van ruim 35 kilometer. En tussen 1 en half 2 kwam de ballon niet zo heel ver, een kilometer of 20 noordoostelijk bij de lanceerplek vandaan weer neer. Het hele project van de ballon wekte mijn nieuwsgierigheid vanwege de SSDV-beelden. Niet TV, maar DVL, digitale slow scan TV. Ik ben er eens naar gaan zoeken en het blijkt dat deze beelden te ontvangen zijn met een aangepaste versie van FL Digi. Het zou kunnen dat ik de komende tijd in plaats van de huidige SSTV-beelden ook een paar keer met SSDV-beelden in de lucht kom. Het systeem van het uitzenden van SSDV-beelden is speciaal voor dit soort ballons ontworpen. Golf Kilo 3 Lima Oscar Hotel is erin geslaagd om op 144,175 MHz de Atlantische Oceaan te overbruggen. Zijn signaal vanuit Cornwall in de UK werd ontvangen door Victor Oscar 1 Foxtrot November aan de andere kant van de plas in Canada. Hij gebruikte voor het signaal als passieve repeater de reflectie van het International Space Station. Verbindingen via het ISS en andere objecten in de ruimte worden vaker gemaakt. Deze verbinding over bijna 3500 kilometer is in elk geval een hele mooie. Op de Hamvention van afgelopen weekend was ook het bedrijf Tentec aanwezig en de nieuwe eigenaar van Tentec, eindtrapfabrikant Dishtronics. Binnenkort zal het bedrijf weer dingen uitleveren, onder andere het paradepaardje van het bedrijf zal in een nieuwe behuizing verschijnen. Reden dat de Rebel en de Patriot SDR-apparaten momenteel niet geleverd worden, was omdat er een nieuwe versie was gekomen van de in beide transceivers gebruikte Arduino. Dit probleem zou volgens Dishtronics-eigenaar Steven Dishop en 8WFF binnenkort verholpen zijn en dan worden de apparaten weer uitgeleverd. Belangrijke reden om het bedrijf te kopen was volgens Dishop de superieure DSP-techniek die Tentec in huis heeft. De ervaring en de voorsprong die Tentec daarmee heeft is niet zomaar 1, 2, 3 te evenaren.
Deel 22 van de serie over antennes gaat verder over het zelf maken van antennes. Eén aspect van holtes in antennes die zich kunnen vullen met water heb ik nog niet genoemd. Als bijvoorbeeld de aluminium buis van een antenne onderaan dicht is en het water kan niet weg, dan kan dat een groot probleem zijn. Als namelijk het water in zo'n buis gaat bevriezen, dan zet dat uit, net als het ijs dat ontstaat. De krachten die daarbij een rol spelen zijn veel groter dan een metalen buis kan weerstaan en de kans is dan ook groot dat de antenne daarbij scheurt en mogelijk later knakt. Ook hier helpt het aanbrengen van een klein ontwateringsgaatje. Pas daarbij op dat zo'n gaatje niet zo groot is dat het de stevigheid van de antenne ondermijnt, want dan is het middel erger dan de kwaal. In de eerste aflevering van deze serie over antennes heb ik al vermeld dat ik een aantal voorkeuren heb bij antennes. Andere amateurs hebben op basis van hun eigen ervaring mogelijk andere voorkeuren. En dat is ook goed. Door een verschillende aanpak is de kans het grootst dat je leuke dingen maakt. Bedenk dus dat ik in deze serie wat meer rekening houd met mijn eigen voorkeuren. En dat wat ik vertel beslist niet de enige weg is die naar een goede antenne leidt. Dat ik waarschijnlijk wat meer aandacht heb voor mijn eigen voorkeuren heeft ook een praktische reden. Ik heb vooral ervaring met antennes die ik volgens die eigen voorkeuren heb gemaakt. Mijn belangrijkste voorkeur is dat ik antennes liefst zo eenvoudig mogelijk maak. De reden is simpel. Je hebt in dat geval zonder eraan te meten de minste blunders die de werking van de antenne soms flink kunnen benadelen. Een van de antennevormen die ik heel graag gebruik is een open dipool. Ik gebruik daarbij liefst geen balloon, want ik heb ooit wel eens een verkeerde ringmateriaal geleverd gekregen. Die bleek achteraf van een ander merk dan het gewenste merk en die hadden een eigen kleurcodering. Vervolg was dat de antenne het midden hield tussen een dummyload en het gewenste resultaat. Ik heb echt van alles geprobeerd om het goed te krijgen. De antenne verplaatsen, afmetingen veranderen, etc. voordat ik erachter was. Je moet bij het gebruik van een dipool zonder balloon verder wel iets tegen de mantelstromen doen. En daarvoor gebruik ik doorgaans een mantelstroomfilter. Vaak door een stuk van de aangesloten coax op een rolletje te binden, met name op 70 MHz en lager, zal de extra lengte coax door die spoel niet heel veel extra demping geven. Het liefst gebruik ik bij dipolen dan ook nog de inverted V variant. Dat is een variant van de open dipool die ook nog eens keurig 50 ohm is. Zoals ook al eerder gezegd, de inverted V is inverted omdat bij de punt van de V de stroom het grootst is en daarmee ook het magnetisch veld. En dat magnetisch veld is wat je nodig hebt voor verbinding over een afstandje, zodat je die zo hoog mogelijk wilt uitstralen. En vandaar staat de punt omhoog. Inverted V's met zo'n mantelstroomfilter heb ik zelf gebruikt voor de hogere korte golfbanden vanaf 20 meter en enkele keer ook voor 40 meter, maar mijn ruimte voor antennes is doorgaans redelijk beperkt. Ik heb zo'n antenne ook voor 70 MHz gebruikt, in dat geval zijwaarts met de punt tegen de glasfibermast aangemonteerd en ook weer met een rolletje coax als mantelstroomfilter. Een dergelijke antenne is grotendeels verticaal gepolariseerd, maar heeft in de zijwaartse richtingen ook nog enig horizontaal veld. Handig voor de tegenstations op 70 MHz die met een horizontaal gepolariseerde antenne werken. Op 4 meter werkt die antenne echt heel goed. Het ontwerp met kroonsteentjes en laststaven gemaakt dat ik zowel lager opgesteld als 22 meter boven straatniveau gebruikt heb, is te vinden op p0ete.nl. Het is een antenne die exclusief coax minder dan hooguit 4 euro aan onderdelen kost.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Maak jij wel eens taalfouten? Niet zoveel. Ik zeg wel eens voor je eigen. Wat vond je dan van Remco, die over dat eigen wat te zeggen had? Ik vind gewoon dat hem zich er niet mee moet bemoeien. Nee, Hulie, praat maar. Ja, dat ken eigenlijk gewoon niet. Volgens mij kun je ze het best gewoon in hun smet laten gaar sporen. Inderdaad, je kunt zoiets het best laten leggen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 27 mei 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. In de uitzending vandaag weer de Morsewoorden en een SSTV-plaatje in PD50 te ontvangen met bijvoorbeeld Robot 36, een app voor Android, en CQ SSTV voor iOS. Verder kan het ontvangen worden met MMSSTV onder Windows en dat programma dat loopt ook via Wine onder Linux. Het plaatje van vandaag laat zien wat er mis kan gaan met een keurig kapsel van een zendamateur onder invloed van gewichtloosheid. Bergbeklimmers in Bengalen, India, zijn momenteel bezig om hun amateurlicentie te halen. Dit om de amateurapparatuur in te zetten tijdens reddingsacties. Op 25 mei werd de eerste licentie hiervoor uitgegeven. Binnenkort komen er daar nog tussen de 20 en de 30 bij. Het zendexamen in India is notoire moeilijk en het pad ernaartoe is geplaveid met talloze administratieve hobbels. Onlangs nog kregen enkele amateurs hun vergunning die daar meer dan 25 jaar na hun examen op moesten wachten. In heel India, waar de zendhobby sterk in opkomst is, zie je dat de hobby ook door overheden wordt ingezet bij de hulpverlening voor het geval van calamiteiten. Een paar jaar geleden wilden ook de doorgaans laag opgeleide Indiaanse vissers daar een graantje van meepikken. Zij voerden actie voor amateurapparatuur aan boord van hun vissersscheepjes. Hoogstwaarschijnlijk begrepen ze toen niet dat er een examen voor gedaan moest worden of ze wilden de apparatuur zonder amateurmachtiging kunnen gebruiken. Het verzoek werd overigens afgewezen. Over Oklahoma was een bijzondere en zeldzame vorm van ruimtebliksem te zien, zo schrijft Southgate.arc.org op basis van spaceweather.com. Het betreft een cluster van zogenaamde sprites. Het verschijnsel gaf bijzonder veel licht, zo schrijft het artikel verder. Tijdens het onweersseizoen later deze zomer zouden er daarvan nog meer kunnen optreden. Sprites zijn lichtverschijnselen die boven onweersbuien optreden in de ionosfeer. Normale bliksem speelt zich af veel lager in de atmosfeer. Ja, er is niet zo heel veel nieuws te vermelden vandaag. Vandaag maar twee berichten. De uitzending op vrijdag is vaak wat minder uitgebreid vanwege de late uitzending op PI3 UTR om 10:30. Maar we hebben wel een deel over antennes. In deel 23 van antennes gaan we nog even door met de inverted V. Zo'n zijwaarts van de mast geplaatste inverted V is in feite dezelfde antenne als wat op 27 MHz als de boomerang antenne bekend staat. Een verkorte spriet met een verkorte radiaal, speciaal bedoeld voor balkonmontage. Het enige verschil is dat de antenne iets gedraaid staat, waarbij de zijwaartse inverted V, de bovenste spriet, schuin omhoog staat, staat hij bij de boomerang antenne verticaal. De zijwaartse variant van de antenne heb ik ook wel eens op dezelfde manier zijwaarts op de mast op 2 meter geprobeerd. Het probleem is daar dat afhankelijk van de marges bij de uitvoering de lengte van de helft van de inverted V-dipool wat onvoorspelbaar wordt. Ik heb dat wel vaker gezien bij antennes en ik vind het altijd een groot probleem als een goed resultaat door dit soort marges niet reproduceerbaar is. Op 2 meter dus maar beter niet met kroonstenen in de weer. Wat op 4 meter verder bij deze antenne erg opviel, is dat ik de stralen weliswaar tegen een niet geleidende glasfibermast had gemonteerd, maar dat er natuurlijk wel coax naartoe moet, die op zijn minst een stuk parallel aan de onderste helft van de inverted V-dipool liep. Dat merkte je als je de antenne ronddraaide, dus niet aan het stralingsdiagram. Ook niet als ik de inverted V wat lager monteerde en erboven nog een antenne plaatste, waarbij ook de bovenste helft van de inverted V langs de coaxkabel liep. Het klopt met wat simulaties die ik wel eens heb gedaan. Een zijwaarts van de mast geplaatste rondstraler straalt doorgaans nog altijd keurig in de rondte. Een andere antenne die ik vaak in allerlei varianten gebruik is een eindgevoerde draad. Als ik even kan, neem ik daarvoor een bestemde lengte, een halve golf in dat geval, net als bij een high-end FET voor één band. Een dergelijke antenne heb ik ook eens gemaakt als verticale rondstraler voor 50 MHz.
Ook die antenne is gemaakt voor plaatsing in een dunne glasfibermast. De straler bestaat uit flexibel lichtnetdraad van de meest gebruikelijke dikte, bovenaan keurig dichtgemaakt uiteraard. Een halve golf op 6 meter die is krap 3 meter lang. Onderaan de draad heb ik een superklein plastic behuizingje gemonteerd met daarin een pieffilter dat bestaat uit 2,5 kwadraat massief lichtnetdraad, een winning of 12, met aan de hoogomige kant een tronsorstrimmer in plastic met enige plaatafstand en aan de laagomige kant een postzegeltrimmer. Deze antenne werkt bijzonder goed en is ook redelijk breedbandig. De meest spectaculaire verbinding met het ding was een portofoon op een balkon in Amstelveen en dat vanuit Amersfoort. Die portofoon die werkt op een portofoonantenne. Mobiel antennes werken op 50 MHz nog bijzonder goed, maar portofoonantennes bijzonder matig omdat ze toch wel erg klein worden ten opzichte van de golflengte van een kwart daarvan. Ik heb dus dezelfde halve golfantenne ook vaak gebruikt in combinatie met de zijwaartse inverted 4 voor 4 meter. De halve golf voor 6 meter bovenin en de 4 meter antenne 1 of 1,5 meter daaronder. Ik noemde het al even, maar vanavond is weer de lange uitzending van PA00 Nieuws / de Daily Minutes op PI3 UTR met aan het begin een herhaling van alle Nederlandstalige Daily Minutes van de week ervoor. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more and get in on all the action. Amateur Radio Newsline Report number 2013 with a release date of Friday, May 27th, 2016 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Dayton 2016 is done, and we share some moments in a special report. Girl Scouts join the pack, the amateur radio patch pack, that is. In England, a World War II wireless station gets official protection, and we hear from our 1998 Young Ham of the Year award winner. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 2013, coming your way right now. From around the world, this is Newsline. Amateur Radio's first and only independent on-the-air news and bulletin service. Now, here is Skeeter Nash, N5ASH. Missed going to Dayton Hamvention? Well, we begin our newscast this week by bringing a little bit of Dayton to you. Here's a special report by Amateur Radio Newsline's Stephen Kinford, N8WB. From May 20th to May 22nd, Hera Arena in Dayton, Ohio was the place to be. Ask anyone. Ask Gordon West.
Hi there, Gordon West, WV6NOA. We're in Dayton, Ohio, 2016. 300-plus vendors absolutely sold out. Thousands of ham radio operators coming in from literally all over the world. We're having a great time here in Dayton this year, as we do every year. So if you've not done Dayton, put it on your schedule, and we'll see you next year. Gordo, WV6NOA clear. And more than 25,000 attendees were from everywhere around the world. Hi, I'm Chip Margelli, K7JA. I'm standing in the ARRL booth on a morning tour before I get back to booth at the booth at Comet in the main arena. Had a really good crowd yesterday. I think with the rain today, a lot of folks will be inside, so we're expecting to have really busy traffic. And everybody seems to have a smile on their face and enjoying the sights and the seminars and buying lots of good stuff. We are coming from Qatar, our Qatar Amateur Radio Society. The call is Alpha 71 Alpha. And my name is Saleh, Sierra Alpha Lima Eco Hotel. My call, Alpha 71 Eco Zulu. And we are now in Dayton. It's a great place. And everybody here and good show. We come every year here. We enjoy and we meet very good people. My name is Nick Henwood. My call sign is G3RWF. And I'm the president of the Radio Society of Great Britain. So we're really pleased to be here in Dayton today. We've brought our stand, so we're selling publications which the Radio Society produces, which I think are widely appreciated by radio amateurs, and we're also encouraging membership. We've got a lot of members in the United States, which we really enjoy having as part of our society. The society is the oldest amateur radio society in the world, and it was founded in 1913. So it's 1 year older than the ARRL, as it happens. Why should I mention that? Hi, I'm Vicky. My call sign is Kilo 8, Victor Golf Mike. I'm a member of the 3905 Century Club, worked all states in DX AwardsNet, and in fact, I'm the 8th Area Awards Manager. Been an amateur radio since 2008, passed my extra class in 2014. This is about the umpteen millionth time I've been down here in Dayton and enjoying myself. Seminars, workshops, VE sessions, and a whole lot of new radios, antennas, and other products vied for everyone's attention. Vendors found Hamvention the perfect place to showcase new introductions to the amateur world. So did AMSAT, the nonprofit amateur radio satellite organization. We spoke to Barry Baines, WD4ASW, AMSAT's president. So one of the projects we're working with is called Phase 4B. Phase 4 meaning geostationary or geosynchronous. So the project we're working with is to put an amateur payload with a 5 and 10 gigahertz capability in orbit. Now that is a spacecraft. So we are limiting right now the involvement of people to U.S. nationals. And in fact, it's being developed by Virginia Tech University. They have the responsibility for the design and construction of that payload. We, AMSAT, are responsible for the ground terminal. Now, that's a fancy name for an amateur radio transceiver. So we are using volunteers from all over to help us in the design and development of the amateur transceiver. So by splitting the project into two different groups, VT doing the payload, which gives them an opportunity to have students involved at Virginia Tech, versus the ground terminal, we, in fact, can have a number of amateurs from anywhere who want to get engaged in developing that amateur radio transceiver. In all, it was a time for eyeball QSOs, banquets, prizes, expanding knowledge, and to carry home a lot more luggage on the return trip home. Because no ham can resist something good for the shack, and Hamvention had plenty of that. Before we leave, why don't we listen to one more hamster at Dayton? Bob Heil. Well, it's Dayton 2016. Here we are again. My first one was 1959, and I wasn't here consecutively, but it came back in 78, and I've been here in the same spot all these years, and it's very busy this year. We have a couple of new products, the new PR77, which is a recreation of the old RCA that had Johnny Carson's desk populated for years, and Larry King and so on. But it uses our PR program inside with the PR35 and the roll-off switch. It's really a great, beautiful sounding microphone, but it looks so good, and we're excited about that. And the HC4 is back, and the HC5 on our Pro 7. And the Pro 7 has just gone crazy. For the serious amateur radio operator, we built the
the headset. We're really proud of all the things going on. For Amateur Radio Newsline, I'm Stephen Kinford, NAWB, reporting from Wadsworth, Ohio. Now, here's a new kind of radio patch you won't find in any catalog. Amateur Radio Newsline's Neil Rapp, WB9VPG, has the details. Patches are nothing new to seasoned hams, but there's a new kind of patch in the works that breaks entirely new ground for Girl Scouts. That's right, Girl Scouts will soon be eligible to learn about ham radio and earn a patch, just as Boy Scouts have been doing with the long-standing merit. In an announcement at the Instructors Forum at the Dayton Hamvention on Friday, May 20th, Maria Lisandru, KD9BUS, described the new patch in progress, a joint effort between the ARRL and two Girl Scout troops. It's called the Radio and Wireless Technology Patch, and the program behind it includes a curriculum for Girl Scouts at all levels, introducing them to radio waves, the electromagnetic spectrum, GPS, and of course, ham radio itself. Local clubs are encouraged to work with Girl Scouts and help them along. According to the ARRL website, authors of the curriculum, in addition to ARRL Education Services Manager Deborah Johnson, K1DMJ, include two Girl Scout troop leaders, Jill Gullis, KB1SWV of the Girl Scouts of the Green and White Mountains, and Laura Northrup, KJ4ECA of the Girl Scouts of Greater Atlanta, Kathy Freeman, KI4SBK, James Neufel, K2GM, Steve Santandrea, AG1YK, and James Youngberg, K1NKR, also contributed to the development of this program, and Carol Perry, WB2MGP, and others consulted with the group. No, the patch is not a copy of the Boy Scout Merit Badge, but it has merit in other ways. It offers similar experiences and goals, and kindles an interest in science, technology, engineering, and math subjects, and hopefully later careers. The patch has been a long time coming and only recently met final approval. Deborah Johnson, K1DMJ, is also the contact person for this patch at the league. You can find the information on the ARRL website or email djohnson@arrl.org. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG, in Bloomington, Indiana. Speaking of scouting, the K2BSA call sign is active, and Boy Scouts are on the air again, so be listening. We hear the details from Amateur Radio Newsline's Bill Stearns, NE4RD. This week in Radio Scouting, we have two activations of the K2BSA call sign in California and New Mexico, and we have reports from the field. Stephen Chambers, KK6YAV, will be the control operator for the Portable 6 station at the crew training backpacking campout at Mount Baden-Powell in Glendora, California. Stephen's crew will be hiking the Colby Trail and will be on sporadically between May 26th and May 31st. Dale Finley, KB5NFT, will be the control operator for the Portable 5 station at the Philmont Scout Camp in Cimarron, New Mexico. Beginning June 1st, expect to hear that scout camp on the air throughout the summer. Now from the field, Jim Wilson, K5ND, reports the K2BSA presence at the Hamvention was a success. Interest in radio scouting is increasing, and we are looking forward to an active summer camp season with scout camps on the air. Russ Mickwitz, N7QR, reports their activation at the Columbia Pacific Council Camporee hosted 200 scouts through the shack and put 52 scouts on the air. Ron Glass, WN7Y, reports the National Parks on the Air station at the Black Otter District Spring Camporee hosted 150 scouts through the station and put 45 scouts on the air. Please help support this activity and others involving youth and amateur radio by working and spotting them on the air and online. For more information on K2BSA and radio scouting, please visit www.k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KB6OZX repeater in Riverside, California, on Tuesdays. In Britain, a radio relic from the Second World War has not just come out of the shadows, but gotten special protections. Here's Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH. Whilst most radio operators are proud of the rigs and other equipment displayed proudly in their shacks, there's one wireless station just outside Norwich in the UK that from the very start operated in obscurity, its access hidden behind a fake bookcase. The station also had to have a nearby escape tunnel. Clearly this was not a typical radio shack, nor was it meant to be shared or even discovered, at least not during World War II. Keeping it hidden was the whole point when it was set up for operation in 1940 by Winston Churchill. Civilian volunteers were dispatched there to transmit and receive messages for the army, trading information to help ward off an invasion from Germany.
The station, which finally came to public light in 2012, was recently granted heritage protection by Historic England, a public organisation that helps preserve the nation's historic buildings and other important entities. This station, one of many set up by Churchill to monitor potential invasion, is known as the Pine Bank Station. Located at Thorpe St Andrews near Norwich, it's now among three underground wireless stations similarly protected, the others being Hare Warren Control Station in Wiltshire and a Second World War Zero station at Heffalaw in Northumberland. But perhaps best of all, the station, with its good works, is now not only treasured, but needn't be a secret treasure anymore. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NGH, in Nottingham, in the UK. Pete Kemp, KZ1Z, was well known inside the Connecticut headquarters of the ARRL. He had been Connecticut Section Communications Manager for 6 years during the 70s and 80s. In his long association with the League, he also held other field roles, for a time serving as an assistant director for New England's division director. Pete Kemp, who most recently was living in Wesley Chapel, Florida, became a silent key on May 17th. Not only was he a licensed amateur for 47 years, he also authored one of the ARRL's publications, A Teacher's Guide to Amateur Radio Instruction. An educator by profession, he had a polished way of imparting knowledge, and it earned him Connecticut's award as Technology Teacher of the Year. He also became the ARRL's first educational advisor. A retiree from the Bethel, Connecticut public school system, Kemp could be found as well in the classrooms at Central Connecticut State University as an adjunct member of the faculty. The ARRL's Connecticut section manager, Betsy Doan, K1EIC, remembers him as, quote, a superb teacher in the high school, a wonderful mentor, licensed over 700 hams, an active member of Candlewood Amateur Radio Association, and one who really understood what it meant to actualize his potential, end quote. And an amateur radio friend of his, Bill Barrett, KW1B, called him, quote, a good soul with a gentle nature, end quote. Pete Kemp was 67. In the world of DX, as the Wireless Institute of Australia prepares for its annual general meeting and conference on Norfolk Island, a team of Australian amateurs are activating the island through May 31st, working as VK9NT. Listen for them on all bands from 160 meters to 10 meters, working CW, SSB, and RTTY. Be listening to during the meeting weekend for the WIA's commemorative station, VI9ANZAC. Other stations operating will include VK9WI and VK9WIA. Ollie, OH0XX, is activating PZ50X from Suriname through June 1st and can be found mainly on CW from 160 meters to 6 meters. Send QSLs to his home call sign. Logs will be uploaded to Logbook of the World. Listen for Randy, WW6RG, on Diego Garcia Island in the Chagos Archipelago through May 30th. He will be using the call sign VQ9RA, working SSB on 20, 17, and 15 meters. Send QSLs to his home call. Finally, a World War II special event station is being operated by the Radio Club Dardenne through June 21st. Their call sign is OS101AB, honoring the 101st Airborne Division's action during the Battle of the Bulge. Send QSL cards via the Belgian QSL Bureau. Our last report for this week answers the question, whatever happened to some of those winners of our Young Ham of the Year Award? We have an answer from our 1998 winner and from Don Wilbanks, AE5DW, who caught up with him recently. We got an email recently from Richard Pukowski, KF4BIA. Richard was our 1998 Young Ham of the Year, and he joins us now via Skype. Richard, it's great to catch up with you. Bring us up to speed on where life has taken you since 1998. Be more than happy to, Don. Thanks again for having me on. Well, a lot has changed since 1998. I graduated high school, of course, actually went off to college. I've had quite the amazing career so far. I'm a graduate student now at Rollins College in Winter Park here in Florida. I've got two amazing little boys, a four-year-old and an almost two-year-old, and just an incredible wife and family. And I find that as I get older, a lot of my older hobbies are starting to come back into my life. And now, of course, with two little boys, I'm doing everything I can to get them interested in radio and seeing what I can do myself to get back into the hobby. I've always been licensed. I've stayed licensed. But I had a really great experience last year during a field day in Gastonia County, North
North Carolina, went up to visit my uncle, who was actually the reason I got into amateur radio to begin with. And I got to see all sorts of interesting new digital modes and all sorts of neat stuff that's actually happened while I've been out of the hobby. For example, the PSK31, it's not really new, but it's brand new to me. And so it really got me excited and got me really getting back into amateur radio. So I'm really excited to be able to delve back into something once again. Let's go back to that day in 1998. The phone rings, and it's Bill Pasternak, WA6ITF, informing you that you're the young ham of the year. Tell us about that. I don't think I'll forget the day that Bill Pasternak actually called me up and informed me over the phone that I was a winner. I was very excited. You know, of course, being a young man, I was excited about everything, the radio, the trip to Huntsville. It was just an exciting adventure that I couldn't ask for anything more. It was a pretty amazing experience. So how is life in your world these days? Oh, it's a whirlwind experience. I mean, I'm sure as you can imagine, having two little boys, a two-year-old and a four-year-old, life is always an adventure. And part of that, I've actually started sharing those adventures from my website, frugalfloridafun.com. We find all sorts of inexpensive day trips to take all around the state. Events, festivals, you name it, we've probably been there. And we actually have a giveaway going on right now. It's our campaign, our 12 Weeks of Summer. And what I wanted to do was really bridge, in honor of the upcoming Field Day, I wanted to kind of combine these two hobbies that I have now, of course, amateur radio and blogging on my website. So we've decided to actually give away an HT. We're going to give away a Baofeng UV-82 prize pack, and not just the radio itself, of course, some accessories. But what I want to do is I want to be able to help a younger ham or somebody who's not licensed come into the hobby. Part of that is we'll, of course, be giving away a study guide, and we'll even cover the cost of an exam. I think that's an amazing idea. Tell us how to enter. You can check out more information at frugalfloridafun.com/radio. And the neat thing is, don't let the website name deceive you. Anybody can enter to win as long as you're in the U.S. If you're the winner, we'll actually get the radio and the gear to the winner, no problem. And hopefully before Field Day. frugalfloridafun.com/radio. Richard Pekowski, KF4BIA, our 1998 Young Ham of the Year. It's been so good catching up with you. Sure thing. Thanks for having me. Again, the website is frugalfloridafun.com/radio. Pass it along. There's a lot more to our chat, and you can hear it all as a Newsline Extra. Visit our website, arnewsline.org, and click the Extra tab at the top of the page. And while you're there, check out the YHOTY tab. I'm Don Wilbanks, AE5DW. Great things happen to great young hams. With that in mind, we remind our listeners that the deadline is June 30th, so there's only a little time left to nominate candidates for this year's Bill Pasternak Young Ham of the Year Award. This honor recognizes licensed amateurs no older than 19 and living in the U.S., Puerto Rico, or Canada, and who have made significant contributions to ham radio and their community. Visit our website, www.arnewsline.org, and click on the tab for YHOTY for an application. Send completed applications to the Young Ham of the Year Award in care of Amateur Radio Newsline Incorporated, Editorial Office, P.O. Box 451, Huntington Station, New York, 11746. Remember, you have only until June 30th. With thanks to Allen Labs, the ARRL, the BBC, CQ Magazine, Dayton Hamvention, Hap Holly and the Rain Report, Historic England, Irish Radio Transmitters Society, the K2BSA Amateur Radio Association, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Skeeter Nash, N5ASH in Topeka, Kansas, saying 7-3, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. Howdy, folks. Jeremy, KF7IJZ from the Ham Radio 360 podcast, standing here with George, KJ6VU. George, what do you think? I think Dayton's going to be really hot this year. There's some really exciting new radios. There's new SDR radios. There's new portable QRP rigs. It looks really interesting. I'll tell you what. We're here on setup day on Thursday, and it has been amazing to have this kind of all-access backstage pass to Dayton getting set up around us. And it's really fun to see some of the products up close, because tomorrow, you know what happens, this place is going to be a zoo. So getting a chance to get a preview today has been great. And I think both you and I have been fortunate. We've already taken advantage of being able to do a little bit of early shopping. What'd you pick up? I bought a KX2. What else did you pick up? Well, I bought an ID51 from MTC because they're such a good deal.
But the KX2. The KX2. Well, actually, I'm picking it up tomorrow. So there's only 50 here at the show. And so I'm going to be first in line to pick mine up tomorrow. Now, that's new for Elecraft because they never bring stuff. They have hats and buttons. Yeah, normally they have a new radio pre-announced, they talk about it, and then ship a few months later. This is the first time they've come to Dayton with radios in hand, ready to sell. So my first purchase was an AirSpy Mini, which is also kind of a rare product. AirSpy.us is here. They have, I think he told me they brought about 40 of them, which is good because they're sold out and out of stock and backordered everywhere else. So how does that compare to the other SDRs? It's probably, I would say, your best value in a receiver. $99, 6 megahertz of bandwidth, 12-bit analog-to-digital converter, pretty low noise. It's pretty nice. And the frequency range? 24 to 1.8 gigahertz. And I also picked up the SpyVerter, which will basically give me DC to 1.8 gigahertz. That's a transverter. That sounds great. I bet there's other SDR stuff to check out here at the show. That SDR is really hot this year. It is. It's like last year, a lot of the same companies were here, but we just walked by the ELAD booth. We're going to try to get them on mic. Who else have we seen? Well, ICOM is here, of course, with the 7300. Well, and the Elecraft radios are basically SDRs with a conventional front panel. Now, I know you were at FDIM this morning, and you were there for the keynote announcement of the KX2. Is the KX2 still a direct sampling architecture? It uses a DSP, so it is essentially an SDR architecture. They do bring the signal chain down to INQ, and then they do DSP on the INQ, and then take it from there. So all the processing is done post-IQ. But I did notice that there is no IQ output option on that radio. Yeah, I think that's correct. So I'm not sure if there's, I don't believe there's connections for the PX3. No, in fact, the brochure specifically called out when comparing the two radios that it is not an option, which is interesting, but it's still such a good value. Well, frankly, the whole point of the KX2 is ultra portability, something you're going to take on the trail, something that you're going to be able to throw into your pocket, and you're really not going to want to take a PX3 along with you in addition to this very tiny radio anyway. Yeah, and pocket size, that's not an exaggeration. No, it's pocket size. In fact, if you've ever seen the KX1, which is about the size of a 3x5 card and about an inch thick, that's about the same size as the KX2. All right. It seems kind of ridiculous that Dayton hasn't even officially started and we already have all this excitement. We're already spending money. Yeah. Speaking of which, let's go check out the MTC booth. All right, let's go. All right, we're standing here with Richard from Main Trading Company. I got to be honest with you. I listened to you talk about your trailer and being overloaded. This is not a trailer. This is a mobile storefront. It does look like it. The girls are still mad at me because we brought so much stuff. We've worked for 2 days trying to get it all set up and get it out. We're not going to make it. We've got boxes and boxes of new and used radios that will not even see Dayton because we can't set them up. We have no place to put them. You're not kidding. I mean, this is insane. You brought an entire portable ham radio store. The only thing you're missing, like I said earlier, is a funnel cake and a corn dog stand. We'll do that next year. That should not be a problem. All right, so what are you excited about this weekend? What do you think is going to be your best seller? My biggest seller, I think, is going to be the 7300 ICOM. I mean, just since we've been here setting up today, I mean, we've sold several today. And we haven't even had the price up or anything. And, I mean, that's going to be probably the biggest seller. The next thing is going to be my little tri-band Wooksen radio or Ocean, you know, depends on what part of the country you're in. But it's Wooksen in Texas. Now, did you find out if that has the crossband repeater in it? No, sir, I have not. You want to take one home and try it tonight? Might try to do that. Okay, all right. Okay, no problem. So how long do you think it's going to take you to sell out of radios this time? I don't know, man, but I hope we really do. I hope we sell a bunch of radios. We've never sold out at any show. We've sold out of certain models or such, but we've never sold out. I hope we do. That would be awesome. Well, I know it's unfortunate you guys weren't able to be inside like you were last year, but honestly, every single person that wants to get into the main arena is going to be on that ramp. You know, 100 feet away from here. And as soon as you come down that ramp, it's a lot of Texan pride and a lot of Main Trading Company. Hey, and if you're looking for a radio, I mean, there's a lot of cool stuff in the arena, the manufacturers and all that. But if you're wanting to save some money, or if you have a trade, or if you just need a little help of some kind getting your rig, don't even bother fooling with those big, bad chain stores in there. Just step out here. We're mom and pop. Christy and I both are here. Tammy, Danielle, Gene, we're all just local
to Texas, you know, folks, anyway, and we'll help you. I mean, we'll make it work. Now, did you guys bring any honey? We didn't bring honey. We didn't bring postage stamps. Man, it was just not room. We couldn't bring everything. We still have stuff on pallets and on stands and everything that we were going to bring. But we could not fit another box in that trailer. And that is 32 feet of ham radio love right there, baby. We have it. I mean, we're loaded. It is a huge, huge trailer. Mm-hmm. It is. It is. And we're going to have fun, man. I mean, I'm telling you. We've got DMR radios, we've got the Baofengs, the 8Ds, 8E tri-bands, we've brought used equipment, what else have we got here? 7300 stacked up, repacks, remanufactured and refurbs, and gospel music right out here, man. I mean, we got it. So yeah, step out the back door of the arena, look for the Texas flags. We will hook you up. In case you don't know what a Texas flag looks like, that's the one that's red, white, and blue with the big star. Yeah, it's the big lone star, yes, Texas flag. Google it. I mean, Texas, man. All right, well, we're going to check back in with you throughout the weekend, see how things are going, and I'm going to stop recording and help you get rid of one radio right now. All right, let's do it. Let's ride it up, man. We're here with Ulrich, N2 Delta Echo, at the Bengali Key booth at Dayton. And I wanted to stop by and talk to Ulrich about the history of the Bengali company and a bit about their high-quality CW keys. So, Ulrich, thank you very much for spending the time with us. Thank you for giving me this opportunity here to plug Bengali keys. Bengali is a northern Italian small manufacturing company that has been making electromechanical components since the early 1950s. And only later, about 15 years ago, did Piero Bengali venture into making ham radio Morse keys. Piero himself is an accomplished CW operator, and he, in essence, wanted to make a key for himself. I discovered one of his early keys. It was called the Simplex key, still is a Simplex key, in some ad, I believe, in QST. No, it wasn't even QST. Well, some obscure place. I bought it, and it turned out a so-so key. I wasn't thrilled, but it was inexpensive. It looked beautiful. And I contacted Piero and said, I bought your key. I'm kind of thrilled, but not 100%. Would you like to know how to build a real key? And to my astonishment, he said, yes, let's collaborate. And that's how this started. So most of the Bengali keys today are a collaboration between Piero and myself. And meanwhile, the key family has grown to amazing proportions here. We have, if you count different finishes, well over 50 different kinds of keys. And they range from, let's say, $150 to close to $1,000. So it is quite a range of keys that we offer. And when we started out, our initial consideration was, well, we want to build the best Morse key that money can buy and that Piero is able to manufacture. Oh, that as an aside. When I found out that he has been making parts for industrial knitting machines, in other words, devices that have rapidly vibrating electromechanical components and contacts, I thought, this is my guy here. He has the machinery and he has the experience with electromechanical stuff. So anyway, when we set out to make keys, well, of course, the goal was to produce the best possible key, regardless of money initially. And then an additional consideration came in, of course. Well, if you build the best possible key, how many does a person possibly need? And the answer is one. So your market is fairly limited.
And we decided early on, right away in essence, we also build the most beautiful keys in the world. So gold plating, palladium plating, exquisite materials, and very nicely designed, you know, forms and shapes that only Italians can dream up. And so we wanted to make them so beautiful that people buy them for their beauty and not only for their technical capabilities. And today it's not unusual that Begali customers who stop by at our booth here already own 5 or 6 Begali keys, and they stop by to find out, you know, what's new, what's new, I want to buy the next one. And obviously not because they urgently need another key, because they know it is beautiful. So we consider them, I consider them, very beautiful industrial sculptures with, you know, with a twist. Yes, they can be used to create Morse code, but they are beautiful to look at. And actually, we have quite a few customers who are honest enough to say that they don't know dit about CW and have no intention of ever learning it, but they love to look at these things. Okay, and that is, of course, the ideal customer. We can sell them as many keys as we like. A later addition, and that was, I developed and invented it, is a keyer that goes with these things. It's called the CW machine. And I initially developed it myself because I travel a lot and I have a lot of strange call signs. I'm, for instance, A25US in Botswana, or A35US in the Kingdom of Tonga, or 3DA0ES in the Kingdom of Swaziland, or 7P8US in the Kingdom of Lesotho. So when I show up on the air with my KX3 and the specially developed adventure key, which I wanted for my KX3 to have Begali quality at my fingertips, even in the bush, when I show up, there's usually a pileup, and it would be very hard to do the logging if, you know, 50 people are piling up and trying to contact you. So I developed the CW machine, which is a very advanced keyer with the special capability that it automatically logs your QSOs. So it picks out the call sign, of course, the date and time and band and name and QTH of the other guy, and then creates log records that you can upload to Logbook of the World. So I developed it for myself, and then I was asked, well, couldn't you create an additional package for the CW machine that helps budding CW operators get into CW and, you know, improve their speed? So the additional package, the CW Trainer, was born, which is very popular. Many people learn CW using the CW Trainer, and it's not only folks who just get started in CW, but also people who are struggling with how do I get from 60 words per minute to 70 words per minute. So it is a device that covers the full spectrum of humanly possible speeds, and with corresponding training exercises. And once you're done training, you can load the keyer firmware and have the most advanced memory keyer. And the trainer, of course, I don't need all that much training anymore. But when I drive from home in New York to Dayton, which is a horrible 11-hour drive, I load the Sunday edition of the New York Times into the CW trainer. It holds that much. If you're talking a decent clip, let's say like 40 words per minute, it will hold more than 50 hours of nonstop text. So it has enough room, this little device, you know, about the size of 2 packs of cigarettes, has enough memory to hold the whole Sunday edition of the New York Times. So I copy and paste it into that, and during my 11-hour drive, I listen to the New York Times in Morse code. So those who are looking at buying their first
paddle or their first CW key of any kind, and they look around and you see the Bengali keys are beautiful. As you were saying, they're really little works of art. Is that something that a new ham could really appreciate, or is that something that's really for the very experienced operator who can really send it a high speed? Well, the appreciation of art has little to do with the affinity to Morse code. And matter of fact, many ham radio operators are probably not art aficionados. But you can certainly see and feel the quality. And my advice for buying a key, I'm often asked, you know, what is the key that you recommend for beginners? And my answer invariably is, buy the best key that you can afford. Even if it's, you know, it far exceeds the capabilities that you currently would need. The reason for this is, not that I'm greedy, it is a key that is not of highest quality, like all of the Bengali keys, has mechanical deficiencies, and when you start using such a key, you learn hand movements to compensate these mechanical deficiencies. And then when you grow up and say, okay, now I'm going to buy myself a Bengali here, it is awfully difficult to unlearn the hand movements and muscle reflexes that you have acquired using an inferior key. So the answer always is, if you're reasonably sure that you want to stay with CW, by all means, buy the best key that you can afford. And it will be with you for a long time. It does not make sense to start with a cheap key. So when I look at all the Bengali keys, besides different styles and different finishes, I notice that there's different kinds of keys. Some keys have two paddles, some keys have one paddle. There's a lot of terminology that a lot of people don't understand. What is a bug or a paddle or a sideswiper and on and on. Could you demystify a little bit of that terminology for us? Of course. The most common key these days is a dual lever key. In other words, it has two paddles which move independently, and you can use a technique which I would recommend to all beginners to start with, which is, you know, commonly called squeeze mode. It's a very economical way, economical in terms of hand and finger movements, way to create Morse characters. Then you have single lever paddles. In other words, there's a single paddle and which moves left and right, and that is how you create dits and dahs. It is typically used by either very high-speed operators, but not because it's inherently a faster key. It is because very high-speed operators usually have been in Morse, been dealing with Morse code for a long time. And they didn't have decent dual-lever paddles in those days. So we use single-lever paddles and then claim that they are much easier to control, which is, of course, utter nonsense. They are good keys and are, you know, the second most common device. Then, of course, there are conventional keys from the old days, which do not require an electronic keyer. Both the dual lever and the single lever require an electronic keyer to work. Then there are purely mechanical keys, like a straight key, like you see it in all the movies, you know, the Titanic going down with a straight key and the Marconi folks sending SOS. And later on developed, around the turn of the century, a semi-automatic bug, which was invented by a call guy named Horace. Boy, what was his name? I don't know. Anyway, the brand was Vibroplex, still around today, and it creates the dits automatically. There's a mechanical pendulum
which vibrates for the DITS, and the DAWs you have to make manually. So that causes a lot less strain on the operator's wrist, and they were and are very popular, especially with old timers. They're nice collection pieces. Bigali also has a mechanical bug called, fittingly, the Intrepid, because it was not an easy decision to build such a complicated device. There were much more complicated bugs around later on. The most famous one invented by a guy named Mel Hansen, I believe in Poughkeepsie, New York, automatically created DITS and DAWs. And it was around in the early 50s, was a horrible key, very few were sold, but spectacular to look at. It never quite worked because of the mechanical complications, and the advent of electronic gears then completely killed it off, which is very nice for collectors because it fetches astronomical prices. If you ever see one on eBay, the Melahan Valiant, and you can get it for less than $15,000, go for it. That would be a steal. So next time I look for a very expensive key, I'll be on the lookout. Could you describe the most exotic key that you've ever seen come out of Bigali? Well, there are no really exotic keys, yes. We build nice keys using different mechanisms. Practically all of them use magnets for the return force. We have one key which is very sensitive, hard to ship, called the Stradivarius. It does not use springs or magnets, but it uses a very, very thin torsion bar. And yes, the most exotic one, without any doubt, is the Intrepid mechanical bug, which uses a very novel and highly complicated design. It has 8 adjustment screws to really tweak it to a user's individual preferences, but all of the keys are unique in their own way. So when you look at the customers that are buying your keys today, if someone was going to come in and buy their first really nice key, they're willing to spend the money for something good but not go crazy. And I know it's really asking the question, what kind of art do you like? So there's many to choose from. But is there one key in particular that you see is very popular that most people will tend to gravitate towards? Well, amazingly, one of our more expensive keys, it's called the Sculpture. It's made in stainless steel. It has carbon fiber finger pieces, and it is one of the most outstanding keys ever developed. I personally have far more than 100 keys and paddles, but on my desk you will invariably find the Sculpture key. So it's a very, very good key. It is not inexpensive. It costs well north of $400. And people buy that. It is amazingly, it's one of our best-selling keys. Of course, the lower-priced keys, which cost start at around $200, $250, go quite well. And there's even an entry model with springs for the return force, which is around $150. So Bigali covers the full spectrum. And the most expensive key we ever had was something called the Graziella Limited Edition. And yes, there is a particular story and twist behind that. We were here in Dayton, and the Graziella Limited Edition, only 30 of those were made. And I have a special deal with Piero. I get to have serial number 001 of each and every key. And we were here in Dayton, and the Graziella was on display, one of 30. And there comes a gentleman in full desert garb with a turban and his secretary 3 steps behind them, carrying the wallet with the cash, because he didn't want to touch the cash. And he looked at the keys and said, "Here's the Graziella. I want serial number 1 of this."
Now, this was an expensive key. It was $980. I want serial number one of this. And Piero says, well, you know, serial number one is reserved for Ulrich. You can have any other serial number, but serial number one is Ulrich's. Guy says, nope, I want serial number one, and I offer you $5,000. And I looked at Pierre and said, go for it. I'll get serial number 000 on that one. Okay, so serial number one of the Graziella is doing faithful duty somewhere in the Near East. Well, that's an awesome story. So, Ulrich, thank you so much for taking the time to talk to us. Last year I came by, we had a chance to chat. You educated me quite a bit about the different keys, and the Bengali keys are really gorgeous, and they feel fantastic. So even if you're not a great CW operator yet, they really do feel good, and they're just a delight to use. And so I really appreciate all the time and helping to educate myself and our listeners. So thanks very much, and I hope you guys have a great Dayton. Thank you so much. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 21 des Deutschen Amateurradioclubs für die 21. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Alexander Gerst, Kilo Foxtrot 5, Oscar November Oscar, wird Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Dann gibt es eine überarbeitete Stellungnahme zum EMVG. Dann haben wir eine Nachlese von der US-Amateurfunkmesse Hamvention im Programm. Jetzt für die DRRC-Seminare anmelden. Bastlermesse Maker Faire lädt nach Hannover ein. Dann gibt es aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Alexander Gerst, KF5 ONO, wird Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Der deutsche Raumfahrer Dr. Alexander Gerst, Kilo Foxtrot 5, Oscar November Oscar, fliegt nach seiner ersten Mission auf der Internationalen Raumstation ISS von Mai bis November 2014 wieder ins All. Als erster deutscher Astronaut soll er im Jahr 2018 für 3 Monate sogar das Kommando auf der ISS übernehmen. Insgesamt wird sein Aufenthalt 6 Monate dauern. Gerst war nach Thomas Reiter, Delta Foxtrot 4 Tango Romeo und Hans Schlegel, Delta Golf 1 Kilo India Hotel, der dritte Deutsche an Bord der ISS. Der DRRC e.V. plant immer wieder Kontakte von Schulstationen zur ISS und gibt Schülern die Möglichkeit, direkten Kontakt zu den Astronauten im Weltall aufzunehmen. So gelang es dem DRRC-Ortsverband Leverkusen, Golf 11, beispielsweise am 29. Februar 2016, insgesamt 20 Schülern der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch diesen einmaligen Moment zu ermöglichen. In 10 Minuten Überflugzeit stellten die Schüler den Astronauten ihre vorbereiteten Fragen und spürten die grenzenlosen Möglichkeiten des Amateurfunks hautnah. Das Programm Amateur Radio on the International Space Station, kurz ARISS, wurde 1996 ins Leben gerufen. ARISS-Schulkontakte werden in enger Zusammenarbeit mit den Raumfahrtbehörden ausgerichtet. Überarbeitete Stellungnahme zum EMVG. Am 6. Mai hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, kurz EMVG, an den Bundestag und Bundesrat weitergegeben. Da der Text des Gesetzes etwas vom Referentenentwurf abweicht, musste auch die Stellungnahme des Runden Tisches Amateurfunk, kurz RTA, überarbeitet werden. Der Regierungsentwurf und die entsprechende Stellungnahme sind als Vorstandsinformation auf der DRRC Webseite veröffentlicht. Nachlese von der US-Amateurfunkmesse Hamvention. Die US-Amateurfunkmesse Hamvention 2016 in Dayton im US-Bundesstaat Ohio ist Geschichte. Sie ging nach 2 Messetagen am 22. Mai zu Ende. Schon im Vorfeld der Messe nutzten der DRRC-Vorsitzende Steffen Schöppe, Delta Lima 7 Alpha Tango Echo, Vorstandsmitglied Christian Enzfellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, sowie der Auslandsreferent Thomas Wrede, Delta Foxtrot 2 Oscar Oscar die Möglichkeit für einen Besuch der Geschäftsräume des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL. Sie wurden sehr freundlich empfangen und sprachen mit Tom Gallagher, November Yankee 2 Romeo Foxtrot, dem neuen Geschäftsführer der ARRL, über eine mögliche Zusammenarbeit bei Publikationen, Messungen und Berichten sowie über die Hamvention selbst.
Vertriebs- und Marketingleiter der ARRL, Bob Inderbitzen, November Quebec 1 Romeo, präsentierte ihnen im Rahmen einer interessanten Führung das HF-Labor und alle Abteilungen des amerikanischen Verbandes. Auch hatte der Besuch aus Deutschland die Gelegenheit, für eine Stunde Whisky 1 Alpha Whisky auf 3 Bändern aktivieren zu dürfen. Ähnlich wie der amerikanische Amateurfunkverband ARRL einen Stand auf der Ham Radio in Friedrichshafen hierzulande hat, so war auch der DRC e.V. mit einem Stand auf der Hamvention vertreten. Dieser befand sich zwischen demjenigen des britischen Verbandes RSGB und dem Verband aus Katar in direkter Nachbarschaft der IARU. Schon nach dem ersten Messetag resümierte der DRC-Vorsitzende Steffen Schöppe, DL7ATE, Zitat: Im Gästebuch haben sich schon über 80 Besucher eingetragen, gefühlt wurden dreimal so viele Gespräche geführt. Zitat Ende. Auf der Messe bot sich zudem Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch mit dem neuen ARRL-Präsidenten Rick Roderick, Kilo 5 Uniform Romeo, und dem IARU-Präsidenten Tim Allen, Victor Echo 6 Sierra Hotel, über Themen wie die Mitgliedszahlen, Prüfungen und QSLs. Viele Besucher am DRRC-Stand erzählten indes von ihrer Zeit in Deutschland, hatten aber auch konkrete Fragen zum DRRC. Ebenfalls begrüßt werden konnte Nobelpreisträger Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango. Er wurde in Dayton zum Amateur of the Year gekürt. Während der Flohmarkt im Freigelände hervorragend besetzt war, nutzten Hersteller die Messe zur Präsentation neuer Technik. Yaesu feiert seinen 60. Geburtstag auf der Hamvention und präsentiert eine Ausstellung von Geräten aus diesem Zeitraum. Illecraft stellte den KX2 vor, einen kleineren Bruder vom KX3, aber unter anderem ohne 160 und 6 Meter. Yaesu stellte den FT891 vor, ähnlich wie der FT100 ohne UHF und VHF. Kenwood verbindet in einem neuen Handfunkgerät D-Star mit APRS. Allgemein ist der Trend zu Software-Defined Radio zu beobachten. Immer mehr Geräte gehen in diese Richtung, resümiert DL7ATE. Auch der DV4 Mobile, ein neuer Mobiltransceiver, der die Betriebsarten FM Analog, D-Star, DMR und C4FM zu vereinen versucht, zog viele Interessenten in seinen Bann. Nach der Hamvention wirft nun die Ham Radio Ende Juni in Friedrichshafen am Bodensee ihre Schatten voraus, womit die Monate Mai und Juni für Funkamateure spannende Messemonate sind auf beiden Seiten des Atlantiks. Jetzt für die DRRC-Seminare anmelden. Auch 2016 bietet der DRRC e.V. eine Seminarserie zu Fachthemen aus dem Bereich des Amateurfunkdienstes an. Die Fortbildungsveranstaltung findet ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Personen und maximal 20 Personen in der Geschäftsstelle in Baunatal statt. Die Anmeldung erfolgt über die DRRC-Webseite. Detaillierte Hinweise zu den Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite. Es gibt noch freie Plätze für folgende Seminare am 4. Juni: Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für Software-Defined Radio, am 16. Juli Schaltungssimulation im Amateurfunk mit LT-Spice, am 27. August Bergfunk für Jedermann sowie am 29. Oktober Hamnet Teilnahme am digitalen Backbone. Bastlermesse Maker Faire lädt nach Hannover ein. Vom 27. bis 29. Mai findet die Bastlermesse Maker Faire Hannover statt. Der veranstaltende Heise Verlag erwartet rund 800 Maker an 170 Ständen sowie bis zu 10.000 Besuchern. Per Definition handelt es sich um ein Festival für Inspiration, Kreativität und Innovation, auf welchem die Aussteller die moderne Auslegung des Do-It-Yourself-Trends zeigen. Rund einen Monat später findet das Pendant im Süden Deutschlands statt, die Maker Faire Bodensee vom 25. bis 26. Juni auf der Messe Friedrichshafen. Parallel dazu läuft die 41. Ham Radio vom 24. bis 26. Juni. Ein Eintrittsticket ist hier für beide Messen gültig. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende am 28. Mai, da läuft der Aktivitätstag des DRRC-Distriktes Nordrhein. Das ganze Wochenende hindurch, 28. bis 29. Mai, da läuft der CQ Worldwide WPX-Contest. Dann haben wir ebenfalls am 28. und 29. Mai den Bayerischen Bergtag.
Am Wochenende darauf, 4. bis 5. Juni, da läuft der DRRC Mikrowellenwettbewerb sowie der IARU Region 1 Field Day in CW. Und außerdem am 4. Juni kommt aus Rumänien die Green Party 2016 zu uns. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Mai-Ausgabe 5/2016 auf Seite 60 und in der aktuellen Juni-Ausgabe 6/2016 auf Seite 58. Der Funkwetterbericht vom 24. Mai, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 17. bis 23. Mai. Die Kurzwellenausbreitung hat sich auf Sommerbedingungen umgestellt. Das 20-Meter-Band bleibt meist nachts offen, 17 Meter an einigen Tagen auch. Dort sind die DX-Signale abends lauter. Die Öffnungen der Bänder darüber werden häufig von sporadischen E-Schichtwolken bestimmt. So kann man beispielsweise morgens nach 3 Uhr UTC auf 10 Meter QSOs mit europäischen Stationen fahren. Die Sonnentätigkeit war sehr ruhig und die solaren Fluxwerte von 103 auf 97 Einheiten etwas rückläufig. Das geomagnetische Feld war an allen Tagen unruhig. Kurze, intensive Störungen wurden am 17. und 21. Mai registriert, als sich die koronalen Löcher durch intensiven Sonnenwind bemerkbar machten. 40 und 30 Meter öffneten kurz auf den Nachtlinien. Vorhersage bis zum 30. Mai, die Sonnenaktivität bleibt sehr ruhig, denn meist emittieren die wenigen Sonnenflecken nur B-Flares. Die Sporadik-E-Aktivität wird weiter zunehmen und interessante Short-Skip-Möglichkeiten auf den oberen Kurzwellenbändern und auf 6 Meter bringen. Wir erwarten Fluxwerte zwischen 90 und 100 solaren Fluxeinheiten. Geomagnetische Störungen durch Sonnenwind sind am wahrscheinlichsten am 26. und zwischen dem 28. und 30. Mai. Stabile DX-Möglichkeiten finden wir auf 20 Meter und zeitlich eingeschränkt auf 17 Meter. Selbst 15 Meter öffnet an den meisten Tagen morgens nach Fernost, ansonsten nur in südliche Richtungen und eventuell abends in die Karibik. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 19.19 Uhr, in Ostaustralien um 21.20 Uhr, in Westaustralien um 23.04 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.55 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.29 Uhr, auf Hawaii um 15.49 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 12.46 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.43 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 12.53 Uhr, auf den Falklandinseln um 11.43 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 2.57 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 0.14 Uhr, USA-Westküste 3.21 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.28 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 20.03 Uhr, auf Hawaii um 5.06 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenuntergang um 7 Uhr und 1 Minute UTC, in Johannesburg in Südafrika um 15.25 Uhr, in Neuseeland um 5.15 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 19.10 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRRC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DRRC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@drrc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3 UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk
hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7 8 4 0 5 1 2 7 4 8 9 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.